Als voorbereiding op de landelijke verkiezingen in 2021 verschijnen bij de planbureaus een reeks publicaties over kansrijk beleid. Per beleidsterrein worden de effecten van allerlei mogelijke maatregelen op een rijtje gezet. Het eerste deel in deze reeks is kansrijk belastingbeleid. Voor zo'n 100 beleidsopties worden de effecten op de economie, de inkomensherverdeling en het overheidsbudget gepresenteerd. Het gaat daarbij om maatregelen om de inkomstenbelasting en toeslagen, de belasting op ondernemingen, belastingen op het vermogen van huishoudens, de BTW en groene belastingen. Dat het belastingstelsel aangepast moet worden is duidelijk. Nieuwe maatschappelijke en economische ontwikkelingen vragen om een moderner belastingstelsel. Hoe belasten we op een eenvoudige en eerlijke wijze de inkomsten via digitale platformen? En hoe krijgen we meer mensen aan het werk? En wat zijn de gevolgen voor de inkomensverdeling? Hoe kan het stelsel vereenvoudigd worden? En hoe kan de belastingheffing op multinationals beter gecoördineerd worden? En hoe kunnen belastingen beter ingezet worden om klimaatvriendelijk gedrag te stimuleren? Kansrijk belastingbeleid laat al deze beleidsopties zien met de mogelijke effecten. Beleidsmakers en politici kunnen daardoor gefundeerde keuzes maken. Deze publicatie verschijnt tijdens de coronacrisis. Op de korte termijn zijn de gevolgen van deze crisis bepalend voor de economische uitkomsten. Maar op de lange termijn maakt het veel uit hoe ons belastingstelsel is ingericht. De crisis roept wel de vraag op wanneer deze maatregelen het beste kunnen worden ingezet. En daarmee is het denken over het belastingstelsel ook nu relevant.